Hallo kijkers, even een korte mededeling. Wat ik heel eventjes kwijt moet is dat de komende 9 afleveringen van Pokémon Colosseum helaas geflopt zijn. We gaan hem wel gewoon laten zien, alleen we hebben dus geen geluid bij de webcam. Wat super onhandig is, want dat betekent dus dat je helemaal niet kan horen wat wij aan het vertellen zijn. Dat je de hele story niet kan volgen. Maar we hebben een kleine oplossing gevonden. Ik heb met Nando en ook volgens mij een paar keer met Paddy erbij gelivestreamd. En ik ga proberen in ieder geval het geluid te gebruiken voor in de afleveringen. En misschien ook wel de webcam vanuit de stream te gebruiken in de afleveringen. Dus dat je in ieder geval wel iets van gepraat hebt. Maar dat zal dus de komende 9 afleveringen ongeveer zijn. En vanaf dan gaan we gewoon weer verder op de oude manier zoals de eerste paar afleveringen zijn geweest. Excuses voor het ongemak. Veel plezier met het kijken. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij Pokémon Colosseum. En dan denken jullie van, maar Milan, volgens mij klopt er iets niet. Nee, er klopt inderdaad iets niet. We zijn van heel veel afleveringen zijn we het geluid kwijt. Niet zo lekkering. Dat is zeker niet zo lekkering. Op dit moment zijn Nando en ik aan het streamen. En gebruiken we dit geluid gewoon om over de Colosseum afleveringen in te zetten. En dan kijken we wel hoe ver we gaan komen. Ja, hopelijk gebeurt dit niet nog een keer. Nee. En ik ben nog steeds, weet ik niet hoe het kwam. Ik zou het ook niet weten. Mijn hele mic was gewoon vergeten, zeg maar. Nou, ik heb ook heel vaak toen ik nog video's opnam met Jordi wel eens audioproblemen gehad. Dus ja, het kan allemaal. Ja, maar daarom worden wel veel afleveringen. En daardoor kunnen we nu niet verder met Colosseum, want daar had ik wel zin in gehaald. Ja, dat was wel echt puik geweest, denk ik. Even weer wat progressie maken, want we waren op de helft van de game. Ja. En volgens mij beginnen we nu, als je dan kijkt qua footage waar we nu zijn, zijn we net voordat we de cave ingaan, volgens mij. Of net bij dat we de cave ingaan. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Welke cave? Die in Pirate Town. Dus we hadden net zeg maar dat gebouw gedaan en we gingen op weg naar Mirrorbee. Dus als we een stukje missen zijn. We hebben. Je snapt. In de footage die nu laten zien bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Ah, dat klopt ongeveer wel, denk ik, ja. Dat kan ik me nog heel vaak herinneren. Dus ja. Als we het moment zijn dat we Salsa vergeten, ja. Dat komt door omdat we nu geen footage voor onze neus hebben. We moeten even kijken, want weet jij hoeveel uur het is wat we nu missen? Hoeveel uur? Even kijken. Ik denk, het was waren volgens mij 9 afleveringen of dat? 9 afleveringen, dus anderhalf uur. Iets meer. 4,5 uur denk ik. Oeh, ja. Dat gaat vandaag niet lukken. Ik ga vanavond ook uit eten. Ik weet alleen nog niet hoe laat, dus dat hoor ik straks ook wel. Lekker uit eten. Ga je naar een all you can eat? Nee, we gaan sushi en eten. Maar niet all you can eat sushi. Ja, wel all you can eat, maar niet zoals hoe wij deden, zeg maar. Dat je zo'n tablet hebt of met je telefoon. Waarschijnlijk, ja. Juist, dat is wel lekker. Ja, dat heb ik van het weekend gedaan. Lekkering. Ja, heel erg lekkering. Ik was met de boys naar Arnhem geweest. Oh, Arnhem. Er was ook zo'n tentje daar. Een of ander pizza tentje, maar dat was gewoon in een huis, hè? Wil je ook? Ze hadden dan een woonhuis, hadden ze omgebouwd tot een restaurantje. Waar je buiten gewoon kon zitten. Grappig, ik ben laatst nog in Arnhem geweest. Oh, echt? Ja. Grappig. Ja, het is... Het doet me heel erg denken gewoon aan Almere. Ja? Ja, ik vind het heel erg op Almere lijken. Oké. Aangezien, het is allemaal grijs en je hebt dan winkels wat wij ook hebben. Oh, ik vond het juist wel, Arnhem juist wel leuk, zeg maar, qua hoe het eruit ziet, die tussen straatjes en zo. Ja, ik ook, maar dat vind ik ook van Almere, dus. Oh, oké. Aha. Almere weet ik niet zo goed. Ik ben nooit echt in het centrum geweest. Ja, misschien ooit wel, maar dat is dan zo lang geleden dat ik me dat niet kan herinneren.
Heel veel mensen vinden het heel saai. Omdat het allemaal zo grijs is. Maar ja, Arnhem was ook heel erg grijs in de binnenstad. Dus ja. Nandering, waar is mijn blauwe Gastly dan? Ja, dat weet ik ook niet. Verstopt, denk ik. Nou, voor de mensen die de stream kijken, ik heb dus expres geen muziek op de achtergrond, zodat ik dit geluid kan gebruiken. Het is ook niet anders. Nee. En anders hebben ze lol of pegging. Maar echt. Ik zou het ook zo, denk ik, oplossen. Ja. Denk Jordi ook wel. Alhoewel, ja. Jordi die zou niet streamen. Hij is niet zo'n streammans. Nee, klopt. Alleen, mij lijkt post-commentary opnemen dat je alleen maar naar de footage zit te kijken echt zwaar kut. Ja. Ik heb het ook elke keer dat ik dacht van, eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in, maar ja, het moet toch gebeuren, want het is zonde van de afleveringen. Mm-hmm. En ik dacht van, dit is best wel een optie. De mass outbreak is gone. Het was of dit, of het was dat hele stuk opnieuw gaan doen. Ja, dat gingen we sowieso niet doen. En dan moest je echt vanaf beginnen, want we hadden natuurlijk geen save state of wat dan ook, save file voor dat stuk. Voor de mensen thuis, ik ga even een torture hunt doen. Ik ga namelijk een mass outbreak van Combi doen. En als het een male is, dan ben ik gaan hiding. Ah, die ken ik. Die ken ik van mijn Legends Arceus, dat ik dan een shiny Combi vind. Ja. Mail. En dan gewoon 3 achter elkaar. Mail. Echt niet eerlijk, één. Ik weet nu niet of ik uiteindelijk nog een shiny female heb gevonden. Toen ik dit nog heel veel speelde. Weet ik ook niet. Zou ik even moeten kijken. Combi. Ctrl F. Combi. Ja, ik heb helemaal niks van de female combi. Ik heb ook nog geen alpha female combi. Niet? Nee. Want het is zo, ik wilde dan shiny, alpha en dan shiny alpha. Oei joh. Want ik had niet genoeg boxruimtes voor normaal, shiny, alpha, shiny alpha. Hier zit maar geen shiny. Er is zoiets als Pokémon Homing. Maar echt. Zo kan het ook natuurlijk, maar ja. Ik wil dat in deze game wilde ik dan alles zelf in de game vangen. Snap ik. En ik heb... Snap ik één. Ik ging dan voor een ander account ging dan opnieuw beginnen om zo'n Enamorous voor Home te vangen. Ja. Yeah. En toen kwam ik ook nog in die playthrough wat shinies tegen. Toen dacht ik, nou ja, die kan ik dan wel overzetten naar mijn main account. Dat lijkt me wel zo fair. Ja, het is wel gewoon die game spelen. De enige mon die ik nog mis zijn volgens mij wat van die Hisuian vorms, zoals Growlithe. Ja. En Weirdeer mis ik. Maar dat is echt de dex entry die ik mis in Home. Maar ja, die kan ik altijd nog fixen. Dat is geen enkel Weirdeer. Het zijn niet moeilijke Pokémon. Nee, maar echt. Zo gefixt. Volgens mij heeft... dat weet ik trouwens wel zeker. Growlithe heeft een vaste spam, zeg maar. Dus het spant ergens sowieso. Ja, klopt. Alleen bovenop die bergen. Het ding is wel dat het af en toe dat hij daar niet spawn. En volgens mij was het zo dat ik alpha mons van die variaties wilde gaan vinden. Maar misschien dat ik zoiets heb van uiteindelijk van nou, laat dat maar zitten. Ik vang hem gewoon. Ik zet hem in de deck. Is klaar. Ik had dat wel gedaan voor Basculin en Basculegion. Yeah. Maar daar had ik gewoon heel veel mazzel dat ik zo'n mass outbreak van vond. Okay. Uit het niets. Dus dat was wel echt heel chill. Ah, kut. Oh, en ik moet heel even dubbel checken. Heb ik Judude al alpha? Ja, die heb ik al. Oké, dus ik kan gewoon skippen. Skipping. Skipping the balling. Ik heb ook echt weer flink wat video's gemist van de week. Wow. Moet weer wat dingen gaan inhalen, ja. Hoppa. Want ik heb bijvoorbeeld ook dat van Sander nog niet eens gekeken. Nee, die heb ik ook nog niet gezien.
Maar goed, het ding is wel, ik zat daar eigenlijk bij elke stream er wel bij. Ja, dus dan weet je wel wat het verloop is van dat filmpje. Yup, ik heb wel volgens mij één stuk gemist, maar dat was omdat ik laat was dat ik de stream joinde. Kijk, nee, hier zit hij ook niet tussen. Oh wacht, hij was niet gevangen. Mag ik alsjeblieft een shiny hup. Nee. Nou. Jawel. Dank je. Die was een shiny combi. Shiny combi is ook zo'n mooie shiny, vind ik. Die is ook wel fysiek inderdaad. Die is oranje ink. Ik ben nu bezig met Dark Tricks. Daar heb ik zo'n outbreak van. Wow. Ik heb van die starters nog, van de starters volgens mij nog geen enkele shiny in die in Legends. Ik volgens mij ook nog niet. Oh nee, never mind. Ik heb een Kolava. Ah. Maar ja. Ik moet natuurlijk ook de rest hebben. Het liefst heb ik Samurott. Die vind ik heel chill. Chilling Rain toevallig. Yes. Alleen ik weet niet zo heel goed hoe dat shiny ding gebeuren werkt in deze game. Want blijkbaar kunnen de... Je hebt zeg maar tabellen waarbij ze shinies berekenen. En het ligt eraan wat je doet. Of je de Pokémon vangt of dat je hem verslaat. En dat als je dan save daarvoor, voordat je hem gaat doen, dan kan je hem een soort van manipuleren of wat dan ook. Wow. En dan kan je alsnog een shiny vinden, uiteindelijk. Goed, die mazzel had ik nog niet echt gehad. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Geweldig. Betoverend. Eindeloze dimensies. Precies. Maar ja. Dit is trouwens mijn eerste stream nadat ik affiliate ben geworden, hè? Wow. Dus mensen die al live zijn, moeten ze van die muziekjes gebruiken. Jazeker. Goed, je kan er ook echt vies misbruik van maken, want al die dingen kosten nu 1 bit, of nou ja, zo'n... Chalk ik heb het Nando's genoemd. 1 Nando-wing. 1 Nando-wing. Over 2 weken ga ik naar de Nandowings. Lekkering, wat ga je halen? Sowieso een wrap met kippies erin. Oeh, ik ben wel van de wraps. En misschien dat ik ook nog zo'n chicken roulette ga doen. Chicken roulette? Wat houdt dat in? Dan hebben ze allemaal verschillende spices. En eentje is dan bijvoorbeeld fucking heet. En, en dat is zeg maar een plate die je voor... als voorgerecht voor je hele tafel, zeg maar, haalt. Ah ja, net zoals bij die Doritos, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Vet. En dan ga jij ze allemaal choppen. Nee, ik ga samen met mijn zusje. Dus oh, je gaat samen met je zusje? Ja. Ah, dan wordt het wat. Nou, dan ben ik benieuwd wie hem uiteindelijk krijgt. Kijken. Waarschijnlijk Ikking. Ja? Maar ik neem hem als een man. Gewoon als een man. Als een grote, sterke... Nee, oké. Okay. Ik ben toch wel een grote, sterke man. Zeker. Zeker, Ring. Zeker, Ring. Vervelend als die dingen je zien. Yo, Pokénaut Jordi! No way, is het de Jordi? Nee, het is de Pokénaut Jordi. Het is Pokénaut Jordi, oh, het is niet de beste enige. Trainer. De op 2 na beste Jordi die je kan hebben. Niet normaal. Oh jee, misschien wel aangevallen hoor, de beste. Mij. Who knows? Hij is Kamen Rider. Dat is van
Hoe heet het ook weer? Heet die show? Is het toevallig van Yu-Gi-Oh! 5D, omdat ze allemaal, omdat ze daar ook riden? Bijna. Het is van, volgens mij, One Punch Man. Yo, Tolls Mania. Gezelligheid allemaal van mensen. Het is van Kamen Rider. Oh, dan is dat ook een ding, blijkbaar. Dat ken ik niet. Maybe. Ik denk niet dat er Shiny tussen die Dartrix zit. Jammer. Ja, nou ja, dan ga ik naar de Alakkid. De Alakkid vond ik ook wel interessant. Alleen ja, die is wat moeilijker om te zien of het nou wel of niet een Shiny is. Hey, de originele game valt het wel mee, man. Nou. Tolls Mania, nou, heeft een beetje hulp nodig. Oh jee. Ik ga het even opzoeken. Is er aan de hand? Het is gewoon net zoals Super Sentai, maar dan anders. Vet. Ik ben aan het shiny hunting vandaag. Maar als je gewoon online open... Hey, thanks, Munty. Lekker, Munt. Hij heeft weer zo'n prime suppie gedaan. Wat lief van jou, Munty. Je hebt hulp en nodig met slaking. Ik wil nog best wel tussendoor die slaking voor je fixen. Oh nee, wacht. Ik kan niet online met mijn Switch, bedenk me nu. Heb je geen Switch online? Jawel, maar dan verlies ik de hoe heet het? De, niet de Decidueye, maar de Delphox Raid. Oh. Tosmania, je moet gewoon een Iron Hands fixen. En dan... Maar ik denk dat op het moment dat jij gewoon online gaat, zeg maar, dat er toch zat mensen zijn die dan joinen en dan haal je hem wel, toch? Of niet? Ja, maar meestal dan kom je mensen tegen die niet zo goed zijn. Of die dan verkloten, weet je. Hmm. Ah, maakt hem niet uit. Oké, gelukkig. Als ik niet, zeg maar, voor al die raids ging, Tosmania, dan had ik je sowieso wel even geholpen tussendoor. Dat lukt me wel. Oh, lekker, Munt. Doe je even goed. Zeker. Kijken. Ik moet voor hier naartoe. Eind augustus komt er een belangrijke stream, Munty. Dan moet je zeker kijken. Zo, eind augustus. Mm-hmm. Hoe gaat het? Met mij gaat het prima. Beetje druk met werk, maar verder gaat het prima. Op dit moment zijn we aan het multitasken. We zijn allemaal post-commentary aan het opnemen voor Pokémon Colosseum serie die Nando en ik samen doen. En ondertussen een beetje lekker shiny hunten, een beetje streamen. Inderdaad. Moet ook gebeuren. Kijk. Heb ik niet zo'n rookbommetje? Je hebt vast een rookbommetje. Nou, zo te zien niet. Shiny. De combi ding is ook over. Sedge. Zeker Sedge. Er was nog een Frostlass, maar ik weet niet of ik die wil doen. Tosmania, hoe ver ben je dan? Ik heb Hurra Mystica nodig en dat lukt me niet. Oei. Dan kan je het beste... even kijken, zoeken voor een Blissey, Gengar, Drifblim, Amoongus, Dolphinboy, Electric, Glalie, Sea Titan of die grote sushi vis. Die hebben meer kans dat je zo'n Mystica kan vinden? Nou, die hebben meer kans, omdat die hebben buiten dat ze gewoon de kans van de Hurman Mystica hebben, hebben ze zeg maar... Ze krijgen een rol voor alle Hurman Mystica's en andere Pokémon, maar voor een specifieke Hurman Mystica. Ah. Dus er is inderdaad, je hebt kans dat je dan 3 of 4 Hurman Mystica's krijgt. Zie. Dat heb ik wel eens gehaald bij een Glalie. Nieuwe raid. Of, woord.
kijk bijna geen Twitch meer, maar voor jou maak ik een uitzondering. En dat is een Engels leenwoord. Lekker, man. Dat is zeker nicing on the cake, man. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb precies hetzelfde hoor, man. Kijk ook bijna geen Twitch. Same. Kijk heel af en toe of er wat leuks online is, maar meestal is dat niet zo. Kijk dan wel heel soms naar Paddy, maar alleen als hij een game doet die ik ook interessant vind. En dat gebeurt niet heel vaak. Nou, ik spring er wel eens bij, gewoon voor de lol, ook al ken ik die game niet. Maar dan zit ik ook wat anders tussendoor te doen meestal. Ik denk niet dat er hier iets tussen zit wat ik nog wil. Ja, Elekid. Nou, ik zou nog kunnen vechten tegen die Elekid. Misschien dat er dan een shiny tussendoor komt. Ik moet heel even checken of ik de Verroom of de Ruffer Room al heb. Want anders zou het een beetje zonde van de tijd zijn. De Ruffer Room. Heb je trouwens in de footage die dan op YouTube speelt, heb je dan nog wel jouw cam van toen we speelden? Oh ja, maar ik kan deze camera eventueel overeen plakken. Hè? Ah ja, ik zou dat doen. Ja. Heb ik al wel over na zitten denken, inderdaad. Kijk. De man heeft hele sterk. Dat is de reden waarom ik For Room nog niet heb gedaan. Omdat die zo fucking irritant zijn, omdat ze elke keer op je afkomen. Oh. Ook al sta je van een afstand. Ja, want je wilt ze wel doodmaken, zeg maar, snap je? Ja. Dat is dan weer een stuk lastiger. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet heel goed gemaakt, zeg maar, dat... wordt het kill op afstand. Nee, dat is waar. Kan Greedent wel. Greedent kan wel, maar daarvoor één specifieke Herber Mystica. Dat ligt eraan welke je wilt, I guess. Nou, ja, maar je kan dus het beste één van die Pokémon doen die ik opnoem, omdat die hebben kans op alle Herber Mystica's. Ja, ik ben meestal, als ik shiny hunt, wil ik ook competitive, dus dan het enige wat ik kan doen is breeden. Of manippen, maar ja, manip is er nog niet voor gen 9. Volgens mij gen 8 heb je alleen nog maar voor... BDSP. Ja, je hebt BDSP en je hebt... Wat heet het gebeuren? Dynamax gebeuren. Dat kon je ook manippen. Alleen wild encounters kan je niet manippen en iets anders kon je niet. Oh ja, de stats van de legendaries in die Dynamax Adventures. Mm. En überhaupt gewoon legendaries in de game. Dan moet je gewoon mazzel hebben. Oh ja, waarom ben ik aan het sneaken? Want ik ging tegen ze vechten. Gewoon ben je aan het sneaken? Van die Alakids. Voor shiny decks, Tolsmania. Of gewoon een volledig decks. Ik denk shiny decks. Aangezien je wil shiny hunten. Ja, maar dan gewone decks, zodat hij de shiny charm krijgt. En dan gaat hij shiny hunten. Ik denk dat het is. Oh, dat is het, inderdaad. Ik zie het. Ik heb het heel vaak gedaan in Gen 9. Ik denk dat ik dat nog vaker in Gen 9 heb gedaan dan voor Gen 8. Wat, Pokédex halen? Ja. Heb je dat vaker dan één keer gedaan? Ja. Boom. Ik wilde al die ballen hebben. En dan gewoon meerdere keren. Dus de Beast Ball, de Love Ball, al die dingen. Wow, hier is de Shiny. Nice. Tadaa. Heel ziek. Bij mij is een Alpha Elekid gespawnd. Ik weet nog niet of ik die heb. Dit is zeker niet normaal meer, Munty. Dit is echt niet meer normaal meer. Oh, dat is wel jammer. Ik kan nu dat geluidjes niet horen bij jou. Dat is waar. Kiboom. Wacht, ik ga hem gewoon bij mij afspelen. Nice, de Verbroom heb ik. Kijk, waar is die?
Dat betekent dat we een totaal van 390 hebben bereikt. Huts. Hoeveel procent zit je al van de hele dex dan, in principe? In principe bijna op 40%. Nice. Ik ben een beetje aan het zoeken met knopjes, merk ik wel. Ook omdat de controle anders is dan de computercontrole die ik gebruik, dus dat is nog wel eens lastig. Zwerven zoeken hoe dat allemaal zat. Kijk, eerst alpha killen, anders killt hij mij. Kijk, dat is één. Hoor je flink wat gepiep? In de audio. Oh, hoe kan dat nou weer? Wacht, let me check. Waar is daar nou weer voor een gezeik? Ik hoor, oh wacht. Als ik dit doe... Hoor je nu nog piep? Ik hoor sowieso geen gepiep. Nee, ik hoorde het wel. Ik hoorde het wel in als ik terug ga luisteren. Dat is wel raar, dat gepiep. Ik weet het niet meer. Dit is een hoge piep? Oh. Het kan zijn dat het misschien mijn computer is, maar... maar dat zou eigenlijk niet moeten kunnen, want we zitten op Discord. Ja. Wacht, ik mute mezelf even een paar seconden en dan kijken of ze het er nog steeds horen. Want dan is het aan mijn kant. En was de piep weg, jongens? Of meisjes? Of allebei? Ik denk allebei, hè. Het was er nog, oké. Nou. Nou, dan is het niet van mijn kant. Nee.